Willem 2 terug in de Eredivisie. Doelstelling zal zijn handhaven. Of ga je me verrassen met andere doelstellingen? Europees voetbal. Uh, <laughs> nee, handhaving. Maar uh, de echte doelstelling die zullen we de 31 augustus na 12 uur uh, met elkaar gaan maken, denk ik. Want uh, er kan nog zoveel gebeuren. Dat, is, uh, dat zal me niet verbazen, in ieder geval. Ook bij een club als Willem 2 kan er nog zoveel gebeuren dat je of doelstelling moet uitspreken, handhaven. Of misschien wel doelstelling bovenkant rechter rijtje, wellicht linker rijtje, dat kan allemaal nog gebeuren? Ja, dat kan maar zo gebeuren, maar ik denk dat het eerste meestal meer realistisch is. Heb je ook doelstellingen qua uitstraling van Willem II? Hoe we dit seizoen Willem II moeten gaan beoordelen en wat je van Willem II wil zien? Ja, goed. ja we gaan aanvallend voetbal spelen, niet, niet naïef, maar we gaan wel het publiek proberen te vermaken. Zeker thuis willen we dat doen en zijn we dat ook verplicht, vind ik. Drie spitsen zal, zal ook geen verrassing zijn, denk ik. Want attractief voetbal is wat jou betreft aanvallend voetbal. Ja, dat is wat mij betreft op het veld bepalen wat er gaat gebeuren, wil, graag willen bepalen. En dat zal niet altijd zoals vorig jaar zijn, 90 minuten lang de keeper aflopen te jagen. Want uh, er is natuurlijk veel meer kwaliteit in de Eredivisie, divisie. Maar we gaan zeker uh, niet, uh, niet, uh, niet voor dat hok liggen. Ik reed naar Tilburg vanochtend en toen dacht ik bij mezelf dat 5-3-2-systeem, wat dit, deze zomer Furore heeft gemaakt. Is dat iets voor Willem 2? Als ik jouw woorden zo hoor, hoef je dat niet te verwachten? Nee, dat hoef je niet te verwachten. Waarom niet? Want het levert wel resultaat op. Zeker voor een ploeg waarvan je kan verwachten dat hij het vaak moeilijk zal hebben in wedstrijden. Ja, maar volgens mij vergt dat wel heel veel tijd en uh, energie en arbeid om, uh, om, uh, om dat echt perfect uit te voeren. En uh, ik denk ook niet dat wij daar uh, de type spelers voor hebben. We hebben bepaald, uh, voor een bepaald systeem gekozen en daarop uh, gescout, nou, dan uh, vind ik niet dat je dat uh, anders moet gaan doen. Dus... Nou, dat gaan wij zeker niet doen. Dus hier in de camera, Willem II speelt dit seizoen geen 5-3-2? Dat is heel duidelijk, ja, Paul. In hoeverre is het Willem II van nu anders dan het Willem II van twee jaar geleden? Toen stonden jullie ook bij voor een rentree in de Eredivisie. Wat is het verschil tussen toen en nu? Nou, er zijn wel wat verschillen, er zijn ook een paar overeenkomsten natuurlijk. Uh, maar we zijn drie jaar bezig om aan een elftal te bouwen en, uh, en dat, is, dat is aardig gelukt. Uh, twee jaar geleden zijn we eigenlijk te vroeg uh, gepromoveerd, als je dat mag zeggen. Je weet wel wat ik daarmee bedoel. En nu zijn we meer ingespeeld op elkaar. Nu hebben we meer, meer, meer kwaliteit dan, uh, dan twee jaar geleden. En, uh, maar ook nu uh, hebben we nog wel een aantal uh, dingen nodig en, uh, en, en, en mensen nodig om, uh, ja, om, om, om extra kwaliteit uh, te leveren in het elftal. En uh, daar zijn we hard mee bezig. Dat is niet makkelijk, maar wat dat betreft is hetzelfde. Uh, maar goed, we zijn gewoon veel en veel verder omdat we langer met elkaar uh, werken. Hoe lekker is het als je een seizoen lang tegen M, en FC Den Bosch en FC Os gespeeld hebt, om als eerste wedstrijd in een nieuw seizoen in de Eredivisie dan thuis tegen PSV te voetballen? Nou, het is altijd leuk om tegen de grote ploegen te spelen, maar ik heb ook heel, met heel veel plezier tegen, tegen Den Bosch en, uh, en tegen alle andere ploegen gespeeld. Hoor. Ik vind dat je altijd respectvol daar moet zijn. Volgens mij heb je elkaar elkaar keihard nodig. Ja, ik voetbal wel het uh, te, liefst tegen PSV thuis. Dat is uh, nogmaals, dat, uh, dat, is, uh, dat lijkt me logisch. En dat gaat zondag gebeuren. Ja, de obligate vraag, de bekende vraag: wat voor een wedstrijd kunnen we verwachten? Ja, ja ik, heb, eh, ik heb wel een idee. Ik weet alleen niet met wie PSV komt. Ze hebben natuurlijk een aantal internationals. Ja, ik weet niet of ze daar risico mee willen gaan nemen of niet. En of hoe ver, hoe fit ze zijn. Dat, ja, dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Laten we voor ons hopen dat die er niet bij zullen zijn. En als ze er wel bij zijn, gaan we ons huid zo duur mogelijk verkopen. En gaan we proberen om, 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 om voor een stunt te zorgen. Waarom kunnen wij dat niet? Eh, is vorige week vorig jaar RKC ook gelukt volgens mij. Dus dat moet in Tilburg ook mogelijk zijn.